Hierbij maakt de partij bekend dat het Partij voor de Vrijdag radiospelletje Jeu de Boelen met Stoelen komend seizoen 3FM 3 keer 5 is 15. Heel goed. Jij hoef jij niet naar foutloosrekenen.nl. Dat scheelt. Goedenavond, het is Wijnand Speelman. En Rob van de Radio. Commissaris Liedeke. Hallo. Cameraman Vins. Hi. En Tien is de technicus die nog even op het paneel moet komen zometeen. Eerst omroeper Dylan. Heren, u gaat zometeen kijken naar een uitzending van Partij voor de Vrijdag, gepresenteerd door Rob van de Radio en Wijnand Speelman namens de AVRO Tros. Zij zullen je meenemen in de zin en de onzin van het leven. Maak de stoelriemen vast, klap de tafeltjes in en zet de voeten vlak op de grond. We gaan beginnen. Maar vergeet niet, dit programma is niet alleen om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. Hij is Wijnand Speelman. Tegenover mij niemand minder dan Rob van de Radio. NPO 3FM, AVRO Tros. Rob en Wijnand. Goedenavond, dit is Partij voor de Vrijdag. Leuk dat je luistert. We gaan beginnen. We zijn er weer. Partij voor de Vrijdag. Ook te zien op NPO 1 Extra. Mo en Goldband zijn de grote winnaars van de 3FM Awards. Gisteren werden ze uitgereikt in Poppodium 013 te Tilburg. Wat was het weer genieten, al die mensen bij elkaar. De muziek die werd gevierd en nu is het alweer klaar. De prijs voor beste samenwerking, ja die hadden we verdiend. Maar die ging dit jaar naar Bazaar en ook nog naar S10. S10. Rijmt wel lekker. De week is om. Werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag pas. Het weekend komt eraan. Hey, ik dacht 3FM Awards, maar bleken om muziekprijzen te gaan. De week is om. Het weekend komt eraan. En dan, het opblazen van de sluis in Terneuzen is explosiever verlopen dan verwacht. Huizen trilden en verschillende schademeldingen die zijn al binnengekomen. Je denkt ik woon in Zeeland, geen aardbevingen voor mij. Mijn huis is lekker veilig, komt er zo'n explosief voorbij. Maar het gebeurt wel vaker dat je later wel eens hoort dat zo'n verhaal in de loop van tijd wat opgeblazen wordt. Die mensen zijn in ieder geval met een knallend weekend ingegaan. Hè? Goedenavond. De week is om, het weekend komt eraan. Alweer, we gaan nog uit. En de vliegband die we gaan, het is weekend. De week is om, het weekend komt eraan. Nou, 7 over 7. Het weekend komt eraan. Zeker nog, het zou er al moeten zijn. Commissaris Liedeke, kun je even kijken? Ja. Het weekend. Lekker, hè? Hij is goed, hè? Je hebt hem van de week al getipt aan mij. Want ik was natuurlijk 2 weken weg, niks gehoord. Ja, en je zei, er is een nieuwe van Muse. Dat is niet normaal. Compliance. Deze week ook nieuw album aangekondigd. En Will and the People zou een goed voorprogramma zijn als ze gaan optreden. Want het album heet Will of the People. Niet of, maar gewoon NN. Ik denk al, wat wil je nou, joh? Nu volgt een programma in de zendtijd voor ludieke partijen. Cameraman Vince is erbij. Hoi. Tien is de technicus. Commissaris Liedeke. Hallo. En Tien is de technicus. Hallo. Ja. En hij is weer terug. Geef hem gewoon een applaus, enige echte. Wijnand Speelman. Woe.
Het is ook gewoon in een nieuwe radiostudio. Voor het eerst, partij voor mij. Ja, jullie zitten hier natuurlijk al 2 weken. Het is voor mij echt... het is thuiskomen, maar het is ook weer nieuw. Ik heb jullie gemist. Wat zit je haar leuk, Rob? Dankjewel. Nou ja, op zich. Dat is gewoon hoe het normaal ook is. Ja, dat is ook weer zo. En we hebben elkaar gisteravond nog gezien. En eergisteren en de avond. Gewoon een avondshow. Ja. Ja. Maakt het niet uit. Vince. Hi. Ook jouw haar. Supertines. Ja, jouw niet. Dank je. En ja, dat is niet gemeen bedoeld, maar het zit gewoon zo in zo'n soort gekke scheiding wat je normaal nooit hebt. Hé? Nee, ik heb geen wax in mijn haar. Ja, dit is misschien ja, een beetje. Ja, oh, oké, sorry. Vince was jarig vorige week. Oh, gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Ik had vakantie, sorry. Nee, ja, je hebt ook. Het cadeautje was ook van jou. Ja. Precies. Wat was het? Leuk, hè? Weet je wat het is? Een flitspaalpak. Ja. Toch? Ja. Dat heb je ook alleen maar op Instagram gezien, volgens mij. Ja. Heel goed. Daarom weet ik het. Ja. Ja. Maar toch, van harte gefeliciteerd. 19 jaar? Nee. 20? Nee, ook niet. 14? Nee, ook niet. 21? Nee. 8? Nee, ook niet. Hoe oud is Vince geworden? Geen idee. Het weekend staat weer voor je deur. Ja. 24. Gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Vince. Ah, wat een lieve jongen. Over weekend gesproken. Hè? Zul je ze hebben? Goedenavond. I was born in a city. Tonight's don't ever sleep. 3FM vrijdagavond, The Weeknd. Nou, inderdaad zeg. Sacrifice. En dan nu. 3FM. Partij voor de vrijdag. Rob en wij. 7:30. En dan nu, mijn vraag, zullen we het koffertje alvast openen? Huh? Ja! Ho, dit is echt heel gek wat hier Rob, gebeurt. Wat dit een goed idee. Wijnand, hou je mond. We gaan hier gewoon van genieten. Dit is het moment. Eindelijk gaan we gewoon een keer eerder dan 8:30 het koffertje openmaken. Stop. Rob, jij mag hem openmaken. Ik ga nu naar het koffertje. We gaan nu naar het koffertje. Wijnand, zet die microfoon van Wijnand uit. Zet die microfoon van Wijnand uit. Openmaken. Nee, Wijnand, geef waarom heb je hem nou gepakt? Pakt hij dat koffertje zelf? Sorry. Wat ik heb ingrijpen. Niet erop gaan zitten, dan gaat hij stuk. Oh. Wat is zin? Ik mag toch gewoon zelf ook een keer het koffertje openmaken? Ik vond het echt een goed idee. 2-1. Maar waarom moeten we altijd wachten tot 8:30? Dat is helemaal niet nodig. We komen nu achter. Oké, ik wil zeggen. Ja, ik had ook je microfoon dicht gedaan. Ja. Dit is en heel groot. En dit is zo groot dat wij ook afhankelijk zijn van allemaal technische randzaken in het heel Hilversumse. Ja, en als we het nu gaan openen, dan gaat dat helemaal verkeerd. Maar en het daarbij, is zo leuk! Daarbij vind ik ook gewoon 8:30 is 8:30. Maar ja, het kan technisch gewoon niet anders. Ik heb zo'n hekel aan principes. Ja, dat... Ja. Ik scheid op conventies. Nee, maar jongens, dat kan gewoon niet anders. Ik moet heel streng zijn hier. Ja, echt stom. Je hebt wel gelijk. Technisch gezien kan niet, maar het is zo leuk. Nee. Kunnen we hem niet gewoon al een deel openmaken nee, dan? Nee, ook niet. Even kijken wat erin zit. Nee, we weten dus al wat erin zit. Ja, precies, maar even voor, voor de mensen die nu luisteren. Goedenavond. Er zit iets in het koffertje. En het is zo leuk... dat... Ja, het is gewoon heel leuk. Ja. Ja, het is echt 8:30. Ja, dat is lang, hè? Oh, ik vind het echt lang duren. Wat gaan we dan nu de komende uren en 7 minuten doen? Ik ga vast alle platen draaien, dan duurt het korter. Dat is een goed idee. Deze is alvast ingestart. Dat scheelt alweer. 8:30, hou hem hard. Hou hem keihard hier.
nu, maar ook van gisteren. Zo! Zo hé, want dit was legendarisch. FM Awards 2022. Gisteravond in 013 Tilburg was het, een knalevenement. Alle grote aarde waren daar. Goldband, Esteem, Bazaar, Vrouwtje. En ook deze gasten. Ja, die, zoals ze zelf zeiden, hun laatste award, in ieder geval in deze samenstelling, ooit kregen. En dat was zoiets bijzonders dat er tranen vloeiden. Eloy, die gaat het niet meer doen. De zanger van Kensington, want daar hebben we het over. Als je geen kaarten had voor hun tour, want dat is namelijk helemaal uitverkocht, dan was gisteren het laatste moment om ze in de huidige originele Kensington-opstelling te zien. En je moet weten, ze zijn ooit heel klein, piepjong, hier bij 3FM begonnen. En wij zijn met hun meegegroeid. Al die jaren heen. Ze kregen gisteren een 3FM Legend Award. En als klap op de vuurpijl speelden ze 7-8 nummers aan het einde van de show. Was zo bijzonder. Dit is live vanuit 013 Tilburg. Kensington. Kijk mee. 3FM.nl/live of NPO 1 Extra. Dit is Bridges. Dit is 3FM. Goedenavond. Yet another unstable weekend. We bought our own praise with easy gold. We are carried away from home. Kensington live op de 3FM Awards gisteravond. Je kunt het helemaal terugkijken via 3FM.nl en via YouTube. Dat is een soort website, internetpagina met allemaal video's, filmpjes en dingetjes. Oh. En daar staat dit ook op. Kan je niet? YouTube heet het. YouTube. Als in J-O-E en dan T-J-O-E-P? Joep. Het is, even kijken hoor. Joep. Ik heb pas nog op geweest op de pagina. Het is inderdaad J-O-P-T-J-O-E-P. Zei je dat? Nee, J-O-E-P-T-J-O-E-P. Ja. Joep. Wie is Joep? Dat weet ik niet, maar die heeft een website opgericht, denk ik. Geen idee. Daar kun je ook de 3FM Awards eens terugkijken. En, hij plaatst die filmpjes dan of zo door. Joep. Ja. Oh, en ook dus van Kensington, live op de 3FM Awards en ook nog allemaal andere nummers. Ze staan ook nog op de Zwarte Cross trouwens dit jaar. Dus, tof. Dat is allemaal top. Zometeen gaat de telefoonlijn open. 09-09-1336. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Ik had al gegeten toch, jongen? Hey, ik ben helemaal buiten adem. Zo lekker. Waarom eigenlijk? Wat? Honger? Benny Benassi. God. Hij maakt hem gewoon. De open gewoon. Weekendlijn. Open weekendlijn. Je weet van tevoren nooit wie het kan zijn. Nee, omdat je gewoon kunt bellen naar de radio 09091336. Wij zitten hier live en je kunt gewoon met ons bellen als je nu belt naar het volgende nummer 09091336. 09091336. 09091336. Als je nu misschien wel lekker buiten zit met een paar vrienden, een bakje bier erbij, een klein kampvuurtje. 12 graden hoor, buiten. Dat kan toch lekker joh. Spelletjesavond is ook gezellig op de achtergrond. Of full focus kijkend naar NPO 1 Extra. Wat heeft dat met de telefoonlijn te maken? Je kunt bellen. Oh. En ik vind het gewoon leuk om te weten hoe mensen erbij zitten, hoe ze de afgelopen week beleefd hebben en wat vooral je weekendplannen zijn. Dus doe dat vooral. 0909-1336, daar gaat hij al. Het is Partij voor de Vrijdag. Rob Weiland, Lieveke, cameraman Vincent Tienes. En met wie hebben wij het genoegen? Ja, goedenavond. Goedenavond. Bram, het is met Rob en Weiland. Rob en Weiland! Wat kunnen we voor je doen? Nou, ik keek dus van de week in de brievenbus. Ja. En toen zag ik... Kijk jij in de brievenbus of kijk jij door de brievenbus naar buiten? Nee, in de brievenbus die buiten hangt. Ah. Ja, precies. Oh, je hebt zo'n... oh ja. En dan heb je zo'n bakje zo'n aan klepje. De muur. Zo'n klepje. Ja, met zo'n klepje. Ja. Ja. Hm, maar dat we even het even straight hebben. Ja, ja. Een schokje? Nee, eigenlijk niet. Want er lag iets heel leuks. Oh.
Namelijk de wonder van de Efteling. Oh, ja, ik weet waar je naartoe gaat. Sorry, de wonden van de Efteling. De wonden van de Efteling. De wonden van... Ja. Wat is er? Is iemand uit de attractie gevallen? Nee, vertel. Wat zijn de wonden van de Efteling? Dat is een magazine. De wonder. Heet de wonder. Met alles. Wonder. Ja, het wonder, de wonder. Het is maar hoe je het zelf... Nee, de wonder noemen ze het. Tijdschrift wonder. Wonder, ja, het wonder. En dan zeg ik de Linda, de wonder. Oh ja, de wonder. Ja, okay. En toen blader ik dus door, Bram? Een paar pagina's verder. Ja. En toen schrok ik wel, want toen zag ik in één keer Rob. Ja, ik sta erin. Wat? Ja. Nou, dat is, is wel leuk. Ik heb je toch verteld over het... Nou, ik zal vertellen. Er was corona. Ja? Heb je meegekregen. Ja. Was 2 jaar lang. Was heel erg, hadden we een lockdown, konden we niet van huis. En, nou. En ik had al langere tijd het idee van... Ik heb zo'n stofzuiger, zo'n robotstofzuiger. Zo'n robot die zo door je huis rijdt. Maar dit kan ik wel tegen jou vertellen, want jij bent nog nooit in de Efteling geweest. Nee. Bedenk me nu. Nee. Maar er is een attractie die heet Symbolica. Daar is deze muziek ook van. En die karretjes waar je dan in gaat zitten, die fantasievaarders, die bewegen trackless. Dus zonder rails. Want normaal is het op rails, weet je wel. Ja, dan zit je in een bootje. Maar dit rijdt gewoon op zichzelf rond. Ronde voertuigen ook. En dan zat ik bij mij thuis een keer naar die stofzuiger te kijken. Dacht ik, hier zou je eigenlijk zo'n klein karretje van kunnen maken. Dit meen je niet. En toen was het, had ik het al de hele tijd dat idee. En heb ik dat op een gegeven moment losgelaten, want ik had allemaal geen tijd. Maar toen kwam de lockdown. En dan zaten we allemaal avonden, konden we nergens toe. En toen dacht ik, dit is het project, dit ga ik doen. Maar heb jij dan zelf zo'n karretje gemaakt en zit je dan in dat karretje die robotstofzuiger door je eigen kamer? Nee, die robotstofzuiger is dertig. Ja. En daar gaan we weer. Met zijn eigen muziek op de achtergrond. Nee, en zijn vriendin die dan de kaartjes aan hem uitdeelt. Nee, zo erg is het nog net niet. Maar het is dus een model, schaalmodel geworden. Oh, hij is klein. 30 centimeter klein. Oh, okay. De diameter. En, dus ik heb zelf zo'n ding gemaakt. Uit hout helemaal en zo. En ik zal nog wel op mijn Instagram zetten. Maar dat ga ik volgende week even doen. Want ik zal het uitleggen. Toen ben ik gevraagd. Nee. Ik had het op Instagram gezet. Van, oh, dit heb ik gedaan. Wat hebben jullie gedaan met corona? Toen ben ik gevraagd door iemand van de Efteling, van, wil je dat ding bij ons op kantoor komen laten zien? Wauw. Dus ik zei van, aan de telefoon zei ik zo, ja, dat is goed. Ja, gewoon bij jullie op kantoor, gewoon waar jullie ook alles maken en zo. Gewoon daar achter de schermen, vormgevingsafdeling. Ja, dat is goed, kom ik langs. Oké, doei, tot ziens. Ah! Dus toen ben ik bij de Efteling achter de schermen op kantoor geweest met dat ding. En, ben je nog, Bram? Ja. Oké. Hij heeft dit verhaal waarschijnlijk al in het tijdschrift gelezen. Nee, dat staat dus niet in de tijdschrift. En dus ik heb daar dus op kantoor, met mijn stofzuiger was ik in een karretje, dingetje erop gezet, rondjes gaan rijden, dat ding ging rondjes rijden, die stofzuiger gaat rondjes rijden, dan draait dat ding mee. En toen hebben ze het ook gezegd, nou, we hebben een blaadje met allemaal mensen erin, wil je daarin? En toen heb ik in die attractie een fotoshoot gehad. Dus in die attractie van die grote bakken. Ja. Met dat kleine ding van mij, op de vloer, daar een foto gemaakt. En die staat dan weer in dat tijdschrift. Heeft iemand van jou een foto gemaakt terwijl je in een attractie zat? Nee, met die kleine variant. Met die robotstofzuiger en nee, met dat kleine variant van het karretje in de... Ja, zie je dat het jou heel weinig doet? En wat ging er door je heen? Dit is een... Ja, zo, ja, maar dit moet ik een beetje zien als mijn dochter die bij Sinterklaas op bezoek mag komen. Ja, zo, nee, zo precies. Stook, zo ja. En jij bent een redelijk voetbalman. Alsof je de bal even vast mag houden. Denk ik, of zo. Ik weet niet of dat ingewikkeld is. Ja, ik kan het niet voor je. Ik kan niet zo'n goede vergelijking maken. Dat. Vet, ik wilde nog wat zeggen. En Bram, dus nu sta ik in het blaadje van de Efteling. De en iedereen ja, in de wonder. En dan... Ja, wauw. Ja, nou. Ja, dat dus. Nou, lekker weer, hè? Ja, lekker zeker. Lekker weer, ja. Even als je nou nog iets vergeten. Want er was nog een leuk aspect aan. Het was in die attractie, mocht je zitten met die robots. Ja, nee, ik zit even te kijken. Ik was één onderdeel van het verhaal nog vergeten. Ja. Heb je kaartjes gekregen ook? Nee, oh, dat zou ik wel, nee. Heb je zo'n karretje gekregen? Nee. Heeft jouw stofzuiger over dat platform... Oh ja, nee, dit, ik weet het weer. Schok van je. Nee, ja, dat klopt. Dat heb ik al eens vaker. Ik zit daar dus op kantoor. Ja? Komt om de hoek de ontwerper... Holleballerij, zou ik zeggen. Hallo, papier hier. Nee. Robbie. Ja, de ontwerper van die attractie, Sander de Bruin, die komt de hoek omlopen. Voor dit dan? Ja. Nee, dat weet je, dat is toch maar cool? Die heb ik alleen maar gezien op making-of-video's en zo. En ik had het ding eigenlijk alweer ingepakt. Helemaal in een soort met doekje erover en zo.
Toen heb ik toch even zo'n doekje eraf gegaan. En ik zeg, oh ja, ik heb trouwens dit nog. En toen keek je in die bak en zei, wat is dit? Die zegt, ja, dat heb ik gemaakt niet. Dus toen heb ik hem helemaal aangezet. Toen ging hij op de grond zitten. Kijken naar dat rijdende ding. Wat hij zelf dus ooit heeft ontworpen. Zeker rond. Heb je de stempel van goedkeuring gehad? Zo, wat ja, vet. Hey Rob, had jij eens gewoon onderbroekje bij? Ja, nou, nee, inderdaad. Hallo, meneer Rob van de radio. Oh, ja, hier spreekt OJ Punctuel. Houdt u zich een beetje aan het protocol? Ja, dat zou ik doen. Het is natuurlijk ook allemaal reclame. Dus dat. Nou, bij deze dan, Bram. Dankjewel voor het bellen, hè? Ja, alsjeblieft. Had je verder nog vragen? Dan zie je deze vraag. Je hebt gewoon alleen gezegd, ik heb hier een blaadje gezien. En Bram. Ja. Ja. Je had me al bij, Bram. Bram? Ja, ja. Partij voor de Vrijdag. Het is Rob. Het is Wijnand. En wie hangt er aan de lijn? Hi. Hi. Met Aline. Hey Aline. Ja, goed verhaal, man. Lekker kort. Zo, dank je. Oh, ja. Nooit in de Efteling geweest. Ik weet dat het in de buurt bij Tilburg ligt, maar daar is ook alles mee gezegd. Maar ik ga er een keertje heen. Dat heeft Rob mij beloofd. Hij neemt mij een keertje mee en dan zal ik het vast allemaal gaan voelen. Aline, vertel eens even, wat heb je te melden? Ja, dat ben ik inmiddels weer vergeten. Come on, Aline! Nee, joh, het ging over het koffertje. Het koffertje zou open. Ja. Oh ja, dat was inderdaad ja, 40 minuten wat geleden. Leuks in. Ik hoop eigenlijk dat er strijkemblemen in zitten. De carnavalsstrijkemblemen bedoel je? Ja. Die op zijn bedoel je, die? Ja, die had ik gemist. Oh. Ja, ja, precies, ja. Hé, hey, die zijn op. Jammer. Dus dat is het niet. Dan moet je wachten tot volgend jaar. Nou, komen er weer nieuwe. Wellicht. Nou, top. Ja, dat was het eigenlijk. Ga je er een mooi weekend van maken? Uiteraard. Wat ga je doen? Een vuurtje stoken, in ieder geval. Oeh, lekker. Maar dan wel binnen. En, in de haard. En ook op een plek waar het kan? Of ga je gewoon iemand huis in de fik steken? Zo? Nee, gewoon binnen in de open haard waar het veilig kan en wel lekker warm. Dus helemaal prima. Maar het wordt buiten ook lekker. Dus als het morgen weer licht is, dan ga ik lekker naar buiten. Wat wordt de weersverwachting? Nou, een beetje lenteachtig, 15 graden. Lekker. Waar staat het vast? Ja. Ach, misschien kunnen we meteen alle huishoudelijke mededingen doen. Laten we even weten wat hier zo meteen valt te winnen. Ja. Hè? Precies. Een fijn weekend. Dankjewel. Hallo met de radio. Robby. En Wijnand, hè, ook. En Wijnand. Hey. Met wie spreken wij? En Lineke. Wie zeg je? Met Arno. Arno! Hey Arno! Arno, het is wat voor je. Arno. Mag ik even iedereen de groeten doen? Iedereen ter wereld. Iedereen ter wereld? Ja. Het is jouw avond, Arno. Bij wie begin je? Wat zei je? Zeg je? Wat zei je, Arno? Ik zeg dankjewel. Ga je gang. De groeten aan iedereen. Bij deze. Ik hoop dat iedereen het gehoord heeft. Dat is mooi. Arno. En de beste wens voor het nieuwe jaar. En de groeten. Voor jou hetzelfde. En nog een keer de groeten. En nog een keer de groeten. Dank. Ik heb de hele week gewerkt. Eerst had ik het niet gemerkt. Maar nu is het begonnen. Ik stap de deur uit en ik ga het weekend achterna. Oh, kon het maar altijd weekend zijn. Kon het maar altijd weekend zijn. Weekend is de mooiste tijd van het jaar. Het is net begonnen en ik voel het al. 7 biertjes en een bitterbal. Rob en Wijnand zetten mee. Weekend voor je klaar. Ai, een paling. Lekker. 3FM. Laat je Nederlands talent horen. 3FM. Hoi, wij zijn Koesko. En wij zijn 3FM Talent. 3FM Talent. She's in the class and kills me. Cardigans. Even kijken, uit het jaar... 1998. We kunnen goed, het was 1998. Doe me denken aan die nieuwe serie. Niet omdat het per se van Avatros is, maar er komt dus een serie
die is vanavond voor het eerst op televisie over Fortuyn. Over Pim Fortuyn? Pim Fortuyn. Ja, niet, wat dacht je, Hans Fortuyn. Het gaat van Fortuyn. Ja, dat dacht ik. Het gaat over Fortuyn. Welk dan uit? Maar een serie als in een speelserie, als in een of een docuserie. Ja. Dit is het Rad van Fortuyn. Ik heb er zin aan. At your service. Welkom. Dit is het Rad van Fortuyn. Maar voor mijn beeldvorming. Wat is je ook weer? Hans van de Tocht. Hans van de Tocht. Liedeke, kijk maar aan alsof je schip in een vlaas inzakken. Ik ken dit allemaal niet, joh. Het Rad van Fortuyn. Geen idee, nog nooit van gehoord. Is nog terug geweest met Jan... dit moet ik weten. Jan Slachter? Jan Versteeg. Oh, Jan Versteeg. Toen was ik de voice-over. Oh ja? Oh. Ja, het hele publiek gaat naar huis met een Tupperware-set. Echt topspul. Ja, was heel leuk om te doen. Was echt leuk. Maar dat je naar huis gaat met een Tupperware-set. Ja. Ik dacht, ze zeiden, wil jij de nieuwe stem worden van het nieuwe Rad van Fortuyn? Zeg, ja, mag ik dan... van Fortuyn. En toen deden ze dat niet meer aan de opening. Dat was stom. Oh. Ja, jammer, hè? Maar gelukkig heb je een radioprogramma, kan je dat lekker kwijt. Precies, heb ik net al twee keer gedaan. Was helemaal prima voor deze maand. Het Rad van Fortuyn dus niet, maar het gaat om Pim Fortuyn. Ja, en ik moest net denken 98, want het is dus gesitueerd in 2001. En toen dacht ik aan vroeger, dacht ik, oh, dat is natuurlijk ook helemaal met computers van toen. En het is gewoon het jaar van 9-11. Ja. En met allemaal, ik heb een trailer gezien, met allemaal oude dingen in beeld. En ook mensen, dus een soort van The Crown gedaan, maar dan met de Nederlandse politiek. Toch ook wel echt nagedaan. Dus niet van, oh, we hebben een eigen interpretatie van Pim Fortuyn. Nee, ze hebben gewoon echt de pakken die hij had op de bepaalde momenten goed. Dat ga ik dan googlen. En Adje Melkert zit er bijvoorbeeld ook in. Melkert, nou, die speelt een grote rol. Oh, wat leuk. Ja, dus dat is heel leuk om te zien. En ik heb al een stukje gekeken, want je kunt dus al vooruitkijken. Nu wordt het helemaal een reclamepraatje op NPO Plus. Oké. En ik was te nieuwsgierig. En toen heb ik vanochtend een half uurtje gekeken. En dat allemaal gefaciliteerd door de AVROTROS. De AVROTROS. De omroep voor ons. Zal ik ook nog een promo achteraan draaien? Welkom bij jezelf. Nee, God. Welkom bij jezelf. Oh nee, dat is Phoenix natuurlijk, ja. Sorry. AVROTROS, de omroep voor ons. Ook de omroep van... Het twee categorieën spel. Met Rob en Wijnand. Over mijn favorite game gesproken. Zo, wat leuk. Kijk eens aan. Ja, heel goed. We spelen in twee categorieën spel. Dat doen we met het rad wat hier in de studio staat. Ik zou zeggen, Liedewijn, geef er even een slinger aan. Daar gaat ie. Nee. Nee. Nou heb je het. Wat zegt hij ook alweer? Wat moet ik zeggen? Bij het rad van Fortuyn. Oh, bij het twee categorieën spel dan. Ben jij Jan Versteeg? Wat? Hé? Wat zeg je nou? Moet jullie iets vertellen? Oh, dat je nu zo onder je kin zo grijpt, dat je zo... En dat dan Jan Versteeg is. Ik ben dus Jan Versteeg. Kun jij een slinger geven aan de twee categorieën? Daar gaat ie! Oeh, oh, dat was inderdaad een flinke knaller. Ja. Wat zijn de twee categorieën vandaag geworden, Liedeke? Dieren en dingen die in een koker passen. Huh? In een koker? Dieren en dingen die in een koker passen. Maar in een waterkoker? Ja, maar wat voor koker? Waterkoker. Dieren die in een waterkoker passen. Peniskoker. Wat voor koker? Een koker? Gewoon een koker? Bijvoorbeeld waar wij... Een koker? De... Koker! Koker! Lekker koker. Schrijf even, want niemand snapt dit. Koker. Ja, waar heb je het nou over? Wat zie je voor je als je een koker ziet? Waterkoker dus. Echt waar? Dikke koker. Gewoon een baas. En dan roegten ze de nug. Nee. Hompentouw. Grote lichaam. Koker. Ik word er heel naar van. Zou jij even aan koker willen? Wat voor een koker? Waar wij de poster in versturen bijvoorbeeld. Want het scheelt nogal. Wat voor koker het is, wil er, wat voor dier wil erin passen, snap je? Ik heb maar één koker voor me als ik denk aan een koker. Oh, ik ben wel benieuwd wat jij voor koker voor je hebt als je denkt aan een koker. Nou, lieve Wijnand, ik zal jou vertellen wat voor koker ik voor me zie. Ik heb namelijk... ik heb 500 posters ingepakt.
In kokers. Dus ik heb één koker voor me als ik denk aan een koker. En dat is een koker van de partijposter. Daar moet hij in passen. Ja. Jij hebt ook als enige nu galm. Wat gezellig. Versteeg. Is dit nog op de radio? Yes. God, we lopen uit. Wat gebeurt hier nou? Ik ben dus Jan Versteeg. Ja, maar je hebt nou een bril op, dus het ziet er heel anders uit. Een mooi loopje ook. Koker dus. Dieren en dingen die in een koker passen. Ja. In een kartonnen koker, waar je normaal gesproken Partij voor de Vrijdagposters mee verstuurt. Ja, dat paste net niet op het stickertje. Wat een leuke kop. Dieren en dingen die in een koker passen. Tja. Dieren en dingen. Slangenvingers. Echt, ja, sorry. Nu snap ik hem niet. Lange vingers? Slangenvingers. Een slang is een dier. En lange vingers kunnen in een koker. Nee, lange vingers. Als in die koekjes. Een lange vinger. Ja, die kunnen in de koker doen. Het past toch? Ja. En een slang toch ook? Zijn dingen die in een koker... Dobbelstenen toch ook? Ja, dat mag ook. God, wat een brede categorie. Dingen, alles staat in een koker. Dus niet per se recht... Nee, gewoon dingen die in een koker passen. In een koker? Gewoon kleine dingen dus. Ja, maar ik dacht, dat zijn dingen die je de rechtop erin moet doen. Of langwerpige dingen. Nee, Moeten we het misschien een keer over slangenvingers. De regels hebben dan? Nou nee, maar als je het dus hebt over dingen die in een koker passen... Ja. Oh, dus gewoon alles wat in een koker past. Anders is het de vorm van een koker. Ja, iets wat de vorm van een koker heeft. Nee, ik ben oké. Kijk, een auto past niet in een koker. Het was voor mij gewoon even onduidelijk. Okay. Of het zeg maar ook... Want als je dus lange vingers in een koker doet... dan heb je dus zeg maar nog 93% van die koker over... Aan ruimte. Kunnen veel langer tot helemaal opvullen. Nee, ja, dat staat toch nergens op? Niet. Waarom zou je dat doen? Het gaat toch puur om dat het in een koker past. Oké. Okay. De categorie prima. Is dieren Absolutisme. En dingen die in een koker passen. Ja hoor, ik ben helemaal bij. Een lollifant. Ja, want een lolly past ook in een koker. Ja. 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 Zit nou weer voor is toch goed gekeurd dan, toch? Oké. Okay. Een lollifant. Prima. Een lollifant. Ja. Ja. Dieren en dingen die in een koker passen. De peperkip. Ja, dat maakt het ook niet uit. Peperkips. Het is een appje met de F van 3FM. Dat is gratis en kost even niks. En dat is gratis! Oh, dat zong is al. 3FM. Is this ding on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. Rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. Stop and look clean, music. Don't it wash it. Stop! Oh, wat stom. Is er aan de hand? Ja, dit wist ik. Ik heb die man zelf nog een hand gegeven. Oh, nee. Wat is er? De Rad van Fortuin werd helemaal niet gepresenteerd door Jan Versteeg. Niet? Nee. Hè? Tien is de technicus. Ja, ik zit hier nu natuurlijk allemaal DLS'en te vinden voor zoekers op het scherm. Dat is allemaal technische taal dit, maar ik kom hier een foto tegen... met niet Jan Versteeg achter het Rad van Fortuin, maar... André Hazes. God hebben ze ziel. Junior, hè? Oh, junior. Ja, goedenavond. Welkom. Een hele goedenavond. Leuk dat je kijkt. Een Rad van Fortuin. Welkom de kandidaten. En de gasten, mijn zoon is gezienjarig. Hey, het was ook een paar jaar geleden ook al, dus... Oh. Oké, dus, ik zei... Dus Lideke, jij bent niet Jan Versteeg. Nee. Ik ben dus André Hazes junior. Ja. Oh, ja, of je bent wel Jan Versteeg, maar daar heeft het dus niks mee te maken. Dat zou kunnen. Goed. Waar waren we? Twee categorieën spel. Nee. Oh. We zaten nog in de muziek. Dan ga ik nu weer terug aanzetten. Young, Wild and Free. Ja, ik heb hem hier. Ja. Zo. Even een rectificatie, pardon. Hele goedenavond, zometeen het tweede deel van Partij voor de Vrijdag. We spelen het twee categorieën spel met dieren en dingen die in een koker passen. Komt een berichtje binnen van Oscar via de app van 3FM. Deodorant die loopt. 3FM. Moet je niet een te dikke buis hebben. Eerste nieuws. En NOS op 3, Renske van der Zalm. Goedenavond. Goedenavond. Hele goedenavond, dit is Partij voor de Vrijdag met Wijnand. En
van de radio. En jij bent erbij. Partij voor de Vrijdag. Ook te zien op NPO 1 Extra. Ook door de week. Het twee categorieën spel. Met Rob en Wijnand. De categorieën zijn geworden BN'ers en dingen op wintersport. Skigriet Kaag. Erik de Zwarte Piester. Gansblok. Gerrit Jodel. Win prijzen uit de Grabbelton. Wat heeft Martijn uit Enschede gewonnen, Liedeke? 4 cadeaustrik haarclips. Wat ga je er in godsnaam mee doen? Ik denk het maar doen. Het twee categorieën spel. Elke maandag, woensdag en vrijdagavond om 7:45 bij Rob en Wijnand. 3FM. Wordt een mooie zomer. Alle coronamaatregelen eraf. Gisteravond op dit moment een bommetje vol de 013 Tilburg. Zo. Alle velden van Pinkpop mogen ook weer volstromen. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar, ik zet ze net uit, Nothing But Thieves. Oh joh. Ja, Pinkpop 2022. Je hoorde ze met Life Is Coming In Slow. Ja, langzaamaan gaan we weer beginnen. Het twee categorieën spel. Met Rob en Wijnand. Je hoorde het net al in de promo. Nu ook door de week. Maandag, woensdag en vrijdag. 7:45. 3FM. Ik begin een beetje... S'avonds dan, hè? Oh. Ik begin een beetje... Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Ik begin een beetje... Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Ik begin een beetje nerveus. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Wat nou eens door? Ik begin een beetje nerveus te worden. Hoezo? Nou, het is nog 11 minuten. En dan? Dan gaat het embargo van het koffertje eraf. En dan mogen we eindelijk openmaken. Ja. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Er zit iets in het koffertje, jongens. Dit wil je horen. En ik kan ook zeggen... Dit wil je zien. Half negen. Drie van BNL Slash Live. Kijk maar eens mee. En anders NPO 1 Extra. Zoveel zin in. Twee categorieën spel. We kunnen zeggen, twee categorieën spel. Laten we gewoon lekker verder gaan met waar we gebleven waren. Er is zoveel binnengekomen als het gaat om dieren en dingen die in een koker passen. We hebben er wat uitgepikt en daar de eervolle vermeldingen van gemaakt. Dieren en dingen die in een koker passen, Noortje. Koffierups. Als in koffiecups. Mitchell, dankjewel voor je appje. Deze is heel goed. Opgerold plakje alpaca's. Ik vind deze wel echt een soort... Flauw. Een soort stoner edition van de trekker. Maar prima. Ja. Ik moet ook de hele tijd niet zo streng... Als ik niet te streng ben, dan is het leuk. Geef je eraan over. Ja, dat is het. Bijvoorbeeld Koen. Die zei, dolfijl. Dieren en dingen die in de koker passen. Daan Groeneveld, een slakdoek. Ik vind het echt grappig. Ja, dat is ook leuk. Marloes, dankjewel voor je appje. De dobbelsteenhaal. Ja. Gijs. Een walvisstick. Oscar. Wat zeg je? Wie doet er nou een visstick in een koker? Ja, kijk gek. Een koker. Koker. Dieren en dingen die in een koker passen. Oscar. Posttegels. Wauw. Is goed hoor. Komt er nog een berichtje binnen van Leen via de app van 3FM. Een dophert. En Remco Homberg die stuurt een mannelijk geslachtsorgaan. Maar, kan er maar één de grappigste zijn er vandaag... is dat Reinier Vurens uit Gouda. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dieren en dingen die in een koker passen. Een bokfluit. Een bokfluit. Heel goed. Het brengt je bij de Gabbelton van 3FM. Commissaris Liedeke zit er met de hand in. Jij zit al dit moment ook in. Zie je al wat? Yeah. Oh, kijk, daar ben je. Ja. Reinier, ja, als je stop zegt, dan haalt Liedeke er een prachtige prijs voor je uit. Is goed. Stop.
heeft Reinier gewonnen, Liedeke? Een roze rosette met 16 erop. 16 wat? Het cijfer 16. Oh! Wat is een rosette? Dat is zo'n button met lint. Waar je op een paard plakt als hij gewonnen heeft. Dat is een prijs, een paardenprijs. Oh, ja. Dan doen ze het met een sticker. Oorkonde. Ja, nee, dan doen ze het gewoon met een stalen pin. Weet je dat? Zo, dit paard heeft gewonnen. Stalen pin, maar wel een hele vrolijke rosette op het eind. Oh, wat leuk, hè? Dat weten van mensen niet. Met het getal 16 erop. Hoe oud ben je, Renier? 42. Wat ga je ermee doen? Wachten tot mevrouw 61 wordt en dan draai ik hem om voor de. Nee, dat klopt niet! Dan moet je nog veel langer wachten. Ja, nou ja, een beetje plezier, dat kan wel wachten. Nee, maar stop. Nee, oh, ja, nee, dan is het inderdaad. 91. Ja, oh, ja, dat maakt niet uit. Gewoon nog langer wachten. Ja, nou, misschien ziet ze er dan wel zo uit. Kan die... Hier ga ik verder niet tussen komen. En ik wens jou gewoon een fijne avond, Renier. Ik hou wel van hoor. Ja, precies. Ja. Ik ook zeggen, ja. Je luistert naar de radio. Het is best wel een aparte show. Nou, zeg dat. Op vrijdag tot een uur of 10. Of ga je het online bezien? Daarom een Wijnand in je oor. Daar zet ik zelfs de wekker voor. Ja, wat een onzin, wat een leuk. Ongelooflijk feest gisteravond. De 3FM Award vanuit 013 Tilburg. Als je het gemist hebt, zaterdagavond helemaal op NPO 3. Dit is de Schaal van Richter winnaar. Dit is Rondé. Here we are, 6 years later. I don't know what we're trying to find. To find. Tracy Stewart, Break My Heart op 3FM in Partij voor de Vrijdag. En voor iedereen die op de fiets zit of in de auto, even opletten. De Krapper van de Week. Straks gaat het koffertje open. Het is een ongelofelijke mededeling die we gaan doen. Dus blijf lekker luisteren. Dus ik ga snel de Trapper van de Week draaien. Dan kunnen we over 3,5 minuut daadwerkelijk het ding opengooien. Want het embargo is zojuist al 40 seconden verlopen, 8:30. Je weet het, vrijdagavond, dan is hij los. En deze plaat die kan daar ongelooflijk bij helpen om lekker door te trappen. Dus als je op de fiets zit, het gaspedaal mag omlaag in de auto. Maakt niet uit, want Koens is terug. Samen met de Nox hebben ze een ongelofelijke zomerhit gemaakt. Dit is 3FM, dit is People. Oh, darling, what you doing? And why you looking so sad? Ongelofelijke lentehit, 3 minuut 41, de zomer. Mensen kijken eigenlijk, hè? Marching the people go by. Koens. Mijn favoriete plaat van dit moment om lekker op door te trappen. De Trapper van de Week. Samen met de Nox. Trouwens, moet ik er even bij zeggen. Anders hebben we niet volledige credits gehad. Ja. Heel goed voor de administratie, voor iedereen die meeschrijft. Maakt het allemaal niet uit. Het is een bijzonder moment. Op dit moment is het een moment waar we naartoe geleefd hebben. En waar we vol spanning naar uitgekeken hebben, Rob. Zeker. Ook lang niet over mogen praten. Zo. Maar ook niet helemaal niet over mogen praten, zeg maar. Ook niet een beetje over wat we nog wel eens doen, hè, van zo half-half. Hinten. Nee. Of hinten, of wat dan ook. Dus ja, gaan we maar doen. Het koffertje mag open, Liedeke. Mag ik het doen? Ja. Oh, ik vind dit denk ik het leukste koffertje ooit. Hiermee valt ook een soort van last van mijn schouders. Ja, zo. Maar, echt. Maar ook al heel lang. Maar echt al maanden doen. Liedeke, als jij het koffertje opent, dus je kunt meekijken 3fm.nl/live of NPO 1 extra zijn we nu op te zien, het themakanaal van NPO. Oké. Okay. De gespen zijn los. Ik doe de klep nu omhoog. Wat zie je? Wat zie je? Oh, wat spannend! Wat zie je? Ja, het is de welbekende bruine map waar heel groot embargo op staat. Ja. Oh, en er zit nog iets in. Wat gek, wat leuk. Er zitten 3 Franse vlaggetjes in. Nou ja, wat leuk. Nou, even uitdelen. Hier. De mapje embargo geeft Kees aan Wijnand. Allemaal een Frans vlaggetje. Ja. Kijk, Frans dat vlaggetje. Is al sfeer. Dit is al sfeer. Ik heb al een Frans vlaggetje. Ik zwaai daar nu mee. De mensen op de radio die nou alleen naar de radio luisteren, die zien niks. Maar je moet kijken, hier hoort het wel. Het is fantastisch. Het is nu al sfeer. Meteen sfeer. Sfeer.
Nou, dit was het. Ja, dit was het. Want het waren drie Franse vlaggetjes. Nee, maar Wijnand, jij hebt... De embargo-map. De embargo-map, maar die komt één keer in de zoveel tijd komt die weer tevoorschijn. Want dan hebben we groot nieuws. Of er zit er in ieder geval een mededeling in van de partij. Ik heb helemaal... Mijn hart klopt helemaal. Ja, oké. Okay. Mededeling staat erin. Hierbij maakt de partij bekend... dat het Partij voor de Vrijdag radiospelletje Jeu de Boule met Stoelen... komend seizoen een televisieadaptatie krijgt. Getiteld Stoelenstrijd. Het persbericht en dan volgt het officiële AVRO-TROS persbericht van ons televisieprogramma. Ja, dit als je nu net denkt van ik heb het even gemist, wat gaat er gebeuren? Er komt een televisieversie van Jeu de Boule met Stoelen. Geïnspireerd op. Ja, ja, en die gaat heten Stoelenstrijd bij de AVRO-TROS. En die wordt gepresenteerd door die man die nu aan de beeldverbinding hangt. Geef hem een groot applaus. Ron Boshart! Yeah! Hey jongens. Goedenavond. Ik vind het een grote eer hoor. Ja, wij ook. Wij mogen de teamcaptains zijn van de teams die mee gaan doen. Absoluut, absoluut. En ik denk dat jullie het hartstikke goed kunnen. Ja, ik vond het fantastisch toen ik het hoorde dat ik het mocht presenteren. Dus ik heb er heel veel zin in Frankrijk. Daar hebben we dus die vlaggetjes voor. Het is dus in Frankrijk. En het mooie, dat is nog veel mooier... We zoeken kandidaten. Ja! Juist. Ja, je kunt je vanaf vandaag opgeven. Ja. En ik zal het maar doen zo snel mogelijk. We zoeken volgens mij, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dus dat moeten we nog een beetje bepalen. Maar volgens mij zijn het 6 teams, dus 4 personen. Ja. En we zijn heel gauw vol. Dus geef je zo snel mogelijk op. Ja, is het en dat kan veel... geloof ik tot en met, wat zal het zijn, de 31ste geloof ik. Ja. Hè, jongens? Ja, het is snel, want we gaan in augustus gaan we met die teams in een bus. Gaan we met z'n allen, dat is ook onderdeel van het programma, naar Frankrijk. Rob en Wijnand en Ron Boshart. En dus die kandidaten. Om te gaan spelen om de Jeu de Boule met stoelenbokaal. Of zeg ik het niet verkeerd. Om de stoelenstrijdbokaal. Ja, door al die rondes. Want we gaan het in verschillende rondes doen, Ron. Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. En dan met jullie als captains, dat vind ik wel, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder ook. Jullie zijn best wel aan elkaar gewacht, geloof ik, toch? Ja, absoluut. En want dit spelletje heeft natuurlijk ook al redelijke ophef doen veroorzaken. Ja. Het is een van de meest besproken radiospellen van afgelopen jaar. Maar het leuke is... Het is dan toch een Ron die het presenteert. Ja. Wij zaten ook op kantoor. Stel een Ron B. Wij zaten op kantoor en zeiden ze... Nou ja, Ron gaat het presenteren. En helemaal zo. Wat? Ron Boshart, oh. En voor de mensen die denken, het is heel simpel. Het wordt dus moeilijk gemaakt, want er zitten verschillende niveaus in. Hè. Dat heeft weer met de terreinen te maken. Waar het dan op gespeeld wordt, hindernissen. Nou, allemaal van dat soort dingen. Dat is allemaal voor later. En vooral nu belangrijk dat je je aanmeldt. Ja, Ron, er is een, zoals we zeggen, promo gemaakt. Zal ik die laten horen? Daar zit eigenlijk alles in. Nou, laat horen dan. Hallo, ik ben Ron Boshart en voor mijn nieuwe programma Stoelenstrijd ben ik op zoek naar kandidaten. Doe jij goed Jeu de Boule, maar dan met stoelen? Meld je dan nu aan op stoelenstrijd.nl. Ga samen met Rob en Wijnand en ondergetekende naar Frankrijk voor de ultieme stoelenbattle. Stoelenstrijd.nl. Doe je mee? AVRO-TROS, de omroep voor ons. Goed hoor, jongens. Ik vind het zo spannend. Gaat nu beginnen, hè? Ja. Hoe is jullie Frans eigenlijk, mannen? Wie? Oui. Dit gaat helemaal goed komen, Ron. Meer hebben we niet nodig, toch? Overal ja op zeggen. Stoelenstrijd.nl, meld je aan en doe mee. Ja. Het is weer één groot feest. De radio staat aan, hier moet je zijn. Dankjewel voor je tijd. En we gaan elkaar zien in augustus in Frankrijk. Ja, heel goed. Tot ziens. Jongens, hou me op de hoogte, hè. Ja. Hoeveel mensen jullie al hebben. Ja, gaan we zeker doen. Tot Doetinchem, Rob en Wijnand 3FM. De website is ook in de lucht. Stoelenstrijd.nl. Dan kom je op hun AVRO-TROS pagina. Dan moet je je aanmelden. De rest staat er allemaal op. Dit is Kukkenessie, dit is 3FM. Dit is Week. Lost in time. Muziekvrienden, vrijdagavond, 9:15, Jack Jones en Emily Kane, Where Did You Go? Oh.
Wat een hit, hè? Ondertussen krijg ik bericht dat het al storm loopt. Ja? Ja, qua aanmeldingen. Oh ja, ik zal ook even kijken. Inderdaad, mijn hele app is ontploft. Er komen berichten binnen van onder andere Paul Engel via de app van 3FM. Waarom heet dat niet Jeu de Stoelen? Nou ja, ik moet zeggen... Je moet eerst even uitleggen wat er gebeurd is. Ja, dat ga ik nu uitleggen. Okay. Wij doen dus Jeu de Boelen met stoelen hier. En dat heeft dus blijkbaar mensen bij TV van de Afrotros geïnspireerd. En die hebben op een gegeven moment gezegd van... hé, wij hebben een idee en zien jullie dat zitten? Ja. En dat is gewoon aan ons gepresenteerd als stoelenstrijd. Ja, dat werkt dan blijkbaar zo. Oh, iemand vroeg waarom dat niet Jeu de Boelen met stoelen heet. En waarom heet het niet Jeu de Stoelen bijvoorbeeld? Ja, een andere naam. Maar de naam stoelenstrijd, dat is gewoon een tv-conceptding. Als je net inschakelt, even luistert überhaupt nooit naar het programma. Jeu de Boelen met stoelen, dat is zo dat de Partij voor de Vrijdag heeft 3 zetels. En daarmee spelen we altijd hier buiten op de parkeerplaats. Jeu de Boelen. Maar dan met stoelen. Dus we gooien een klein gouden stoeltje en dan 3 zetels erachteraan. Ja. En dan komen mensen uit het hele land komen hier naartoe om dat te spelen. En degene met minst aantal centimeters van de stoelen opgeteld, hè, dat is bij Jeu de Boelen, die wint. En dat gaan we dus nu in Frankrijk doen. Ja. Met Ron Boshart. En met diverse vriendenteams op locatie. Ja. Ja. Je kunt je aanmelden via stoelenstrijd.nl. En dan ga je dus met ons en Ron Boshart in een bus. Dat wordt nog een soort ook nog onderdeel van het programma. Gaan we richting Frankrijk in augustus. Alle informatie staat op de website, hoor. Ja. Stoelenstrijd.nl. En dan, ik zou zeggen, meld je aan. Want het is alleen deze week. Komende week kun je nog aanmelden. En dan gaan we meteen selectierondes en alles doen. Want ja, het is zo augustus. Televisie moet allemaal lang van tevoren voorbereid worden. Jongen. Maar dit duurt ook al heel lang. Wij wisten dit al best wel lang. Ja. En dan de inschrijven dingen bij de NPO, weet ik het allemaal. En nu kan het gemaakt gaan worden. Heel vet. Linda vraagt ook, krijg ik er een vergoeding voor? Linda, alle informatie die volgt. Ja. Meld je gewoon aan via die pagina stoelenstrijd.nl als je dat in ieder geval wil. En dan komt het allemaal goed. Krijg je daar vergoeding voor. Je mag met Robben Wijnand en Ron Boshart een week naar Frankrijk. Hallo. Ik wil ook nog een prijs winnen. Nou ja, dat is vind ik wel een vergoeding genoeg. Vrijdag, de week die is weer voorbij. Zeg dat wel. Vrijdag, en we zijn weer van de partij. Die handel. Wijnand is buiten zin. Het weekend dat gaat beginnen. Vrijdag is vrij. Met Rob van de radio. Die gekke vrijdagavondshow. En jij bent erbij. Oui, oui. Kijk maar wat het even kan. Of je nog wat harder kan. Vrijdag is vrij. Geef je stem. Sluit je klem. Dit is 3FM. Deze week is Zonder Gezicht. Van Vrouwtje en Estien. Donker voor augustus, je vertelde me je naam en ik vertelde je de mijne. Je zei, gelukkig zijn we samen. NPO 3FM, Afrotros. Rob en Wijnand. Klopt het nou, Wijnand, dat mensen zich kunnen opgeven voor de tv-versie van Jeu de Boelen met stoelen? Via stoelenstrijd.nl. Ja, man! Partij voor de Vrijdag. Ook te zien op NPO 1 Extra. Hoi. Oh! Het is een wapperend Frans vlaggetje. Ja, jij zit tegenover me, dus ik had het gezien. Oh, maar, luisteraar. Wat mooi. Nee, snap ik. Oh, wat... Theater of the mind, hè? Want we gaan naar Frankrijk. We gaan naar Frankrijk met de stoelenstrijd. En ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Frankrijk? Dat is even geleden. Tom met zout. Haarige piemel, maar die komt straks wel. Goedenavond. All the commotion. Goedendag Bob en Renan. Mijn naam is Samson en ook ik presenteer altijd naar Partij voor de Vrijdag. Partij voor de Vrijdag. Mooi, ja, dat bedoel ik. Bob en Renan, ze zijn weer op de radio. Chandeliers, it'll be heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. That's a big, big cry. Big cry. Yes, yay. That's a big, 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 that's
Genesis with you. Nieuw werk van Kygo. Zo. NCE. Dat beginnetje alleen maar is goed, hè? Ja, maar die... Gedaan. Die NCE dus. Oh, sorry. Ja? Ja. Nee, dat. Die is, dat zei je toch al? Jawel, maar zet het door elkaar heen. Nee, hoor. Oh, dat dacht ik. Nee. Wat zei jij? Jij zei DNCE. Ja. Wat zei je dan? Ik zei dat het lekker was. Beginnetje. Dat beginnetje. Die plaat. Ja, het begint alsof het een... Welkom bij de koopafdeling van Filmwereld. Ja, nee, ja, zeker, dat. Ja. Echt oldschool. Ja, is classic, 87. Ja. Ja, lekker, hoor. Dames en heren, let u op. De deuren openen in uw richting. Van de makers van Bugs Life. Echt zo'n trailer begin je. Ja, mooi, hè? Ja. In een wereld waar alles mogelijk is, is er maar één die de wereld kan redden. Haha, hallo vrienden. Mickey Mouse is terug. Goeie track. Goeie track op 3FM. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Rob en Wijnand. Hij is Wijnand Speelman. Zijn naam Rob van de Radio. In de studio. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Hallo. Cameraman Vince. Hoi. En Tinus de technicus. Hallo. Hoe is het daar achter het glas? Achter het glas is het prima. Goed. En ook, dus. Het is vrijdagavond. Zometeen gaat de telefoonlijn open 0909-1336. Als jij van de partij wil zijn, moet je erbij zijn. Bel alvast. Of stuur een appje, dan bellen we je terug. Dan kom je, sta je in het Bel me wel register. Dat kan via de gratis app van 3FM. En als we je terugbellen, is het ook goedkoper dan dat jij ons belt. Is dat zo? Anders betaal je je gebruikelijke belkosten. En als we jou bellen, is het gratis. Oh, wat goed. Is zo. Nou, dat is heel goed. En, moet toch niet als je een abonnement hebt? Als in... Een abo. Abootje. Als je gebruikelijke kosten hebt, ja, dat zit in je abonnement. Best, dat voel je toch niet. Ja, maar is toch leuk? Alles wat we kunnen besparen tegenwoordig is toch mooi meegenomen? Dat is waar, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Met die hoge gasprijzen, de drukte aan de tank. Ja. Oh. Hallo, met de radio? Ja, goedemiddag. Nee, het is Hansje! Goedemiddag, wacht even, ik haal hem even uit de karkit. Ja, haal jij hem even uit de karkit. En de telefoon ook, als je wil. Goedemiddag Wijnand en Liedeke. Hallo. Hey, hallo Hansje. Hoe is het op de snelweg? Lang geleden, Rob. Ja, zeker lang geleden. Wanneer was hallo? Het? Ja, lang geleden zei ik, ja. Ja, ik rijd net een tunnel in bij Rotterdam, dus vandaar. Ja, precies. Zullen we jou zo even terugbellen dan, als we de lijn opengooien? Ja, dat is prima, joh. Want dit was eigenlijk alleen nog maar een aankondiging. Maar wel goed dat je er zo bovenop zit. Ik blijf braaf hangen. Oké, dat is goed. Dan komen we zo weer erbij. Ja? Dat is goed. Tot straks. Oké, dag. Yo, rollator. Handje, rollator. Nee, want eerst is het nog tijd voor... De Vrijdag. Faceblender. Travassie, Likwar Amel, Lolly, Estien, De Diepte en Pat P, Cobra Kai, Lampengas Remix, Jordi, Gijsjan en Ricky, let's go! Vrijdag.
Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. We zijn open tot 6 uur. Het gas staat opgeven. Ratje draaien voor 2 euro. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. Hey, ho, hey, ho. Lekker. Toch wel even lekker weer, even lekker wakker geschud door Jordi, Gert-Jan en Ricky, de lampengasten. Met Travassi, Likkema, Amaloli, S10, de diepte in de Lantofantje remix. En Pat B en Cobra Kai, toch ook wel echt een classic. In de vrijdag feestblender. Als je terug wil luisteren, check je de Soundcloud van de lampengasten of de Partij voor de Vrijdag podcast. Over klassiekers gesproken. Dance Monkey, Tones and I, kennen we allemaal, toch? Ja. Dance Monkey, nee, 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 nee. Hoe vaak denk je dat die alleen al op Spotify gestreamd is? Oeh, gokje. Liedeke. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Ik denk dat die 23 miljoen keer gestreamd is. 23 miljoen keer gestreamd. Oké, okay, Rob. Ik denk ontelbaar. Ik denk altijd één meer dan Rob. Wat denk je, Rob? Ik heb geen gokje. 100 miljoen. 100 miljoen. Vince? Ja, veel hoger. Veel hoger. Hoeveel? 100 miljoen! echt 700 miljoen. 700 miljoen? Vince, dat kan niet eens. Dat is dat kan niet. Tien is de technicus. Ik denk eigenlijk 100 miljoen plus 1. 100 miljoen. Plus 1. Ja, plus 1. Het goede antwoord ligt veel hoger dan alles wat jullie bij elkaar gegeven hebben. Niet. Het goede antwoord is 2,5 miljard. Wat? 2,5 miljard. Hé? Wat? Op Spotify voor Dance Monkey, voor een dame die ooit, en dan heb ik het over 3 jaar geleden, begon met busken in Byron Bay, het meest oostelijke plekje van Australië. Busken? Gewoon op straat. Busken, dat noemen ze in Australië ook wel gewoon muziek maken. Gewoon op straat, ergens, buiten. Dat is oorspronkelijk Brabants woord. En daar staat ze in het busken, ja. Busken. Zo, een busken. Ja. Brabants busken. Dat deed zij dus, zo is zij met dit liedje ook bekend geworden. Ja. Met dat liedje Dance Monkey. En ze is maar doorgegaan. Haar ster is nog steeds reizende. Alle grote festivals, concerten, waar dan ook ter wereld. En nu heeft ze een nieuwe. En die is ook weer zo ongelooflijk goed. Die gaat Dance Monkey gewoon achterna. Dit is de nieuwste van Tones and I. In Partij voor de Vrijdag, genaamd Eyes Don't Lie. De Spice Girls. Bad Liar. Van Imagine Dragons. Snap je nu wat ik deed?
Tijdens Paas moest je ernaar lachen, weet je wel. Ja. Ik snap hem niet. Leg nog eens uit. Uit 2018, maar liefst. En daarvoor 2021. Don't Snij. Nee, van dit jaar. Nieuw. Van vorige week. Wanneer is hij uitgekomen? Vorige week. Ja. Afgelopen. Er staat hier, maar er staat hier foutief. Ga ik het afscheuren. Ja. Overigens, Imagine Dragons ook op Pinkpop 2022. Bevestigd door onze grote vriend Jan Smeets. Hebben we alle jaartallen weer gehad. Of zal ik nog even zeggen? 1971. Wat gebeurde er toen? Nee, gewoon, maar dan heb je nog maar eentje extra, toch? Oh, maar waarom dacht je dan aan 1971? Ja, omdat ik daar een jingle van heb. Die ga ik nu opzoeken. Je had dus eigenlijk in theorie ook 1994 kunnen zeggen. Nee, want daar heeft hij geen jingle, nee, daar van. Heb ik dus geen jingle van. Ja, natuurlijk, stom. Ja, stom van me. Dat zegt hij dus net. Hij heeft er een jingle van. Misschien had hij, van elk jaartal een jingle. Dan maakte het dus eigenlijk niet uit welk jaartal ik heb dus dit. 1971. Oh, wat klinkt dit fijn. Ja, fijn. Hè? Wat een massage. Sorry. Voor de oren. Voor de oren. Doe nog eens. Ik denk dat ik ook wel 1994 heb, eigenlijk. Nee. Heb je hem? Nee. Noem nog eens jaartal. 1988. 1988. Oh, ik hoop het. Dat is ons geboortejaar op. Ik wil dit koortje nog een keer horen. Wacht even hoor. Ja, ik heb hem. Even kijken. Ja, die heb ik. Oh ja? Waarom ik heb het hele mapje hier. Wacht even. Oh, maar waarom heb je dit? Ja, waarom hebben mensen dit? Gewoon, om maar te hebben. Sommige mensen zijn nerd. Jaartallen dan, in Close Harmony, a cappella. In Close Harmony, daar komt hij. Punt MP3. 1988. Oh. Wauw, mooi. Ja, maar die bas gaat ook niet. 1988. 1945. Wat zei je, 1945? Hoe ver ga je terug? Dat wil ik gewoon puur weten. Ja, die heb ik hier. Nee, 1945 heb ik niet. Het is van 60 tot en met 5, tot en met 90. Maar ik heb wel zelf een keer, niemand weet waarom, een 95-edit geknipt. Van 85 en 90. 1995. Wow! Hè? Ja, dat hoor je echt. Ja, dan kun je gewoon knippen natuurlijk, want je hebt gewoon die 1985, deze. 1985. Ja. En dan heb je 1990, deze. 1990. Ja, maar je hebt ze dus niet allemaal op een rij. Er missen er een paar. Ik heb ze sowieso niet allemaal op een rij. Daarom presenteer ik dit programma ook, anders had ik wel een vak geleerd. En dit programma vindt het leuk als jij even belt, even contact met op ons opneemt. En dat kan heel simpel. 0909. 0909. 1336. Kom op en bel naar het nummer. Kom op en bel gewoon naar dat nummer. Kom maar door. 0909. Het mag voor iedereen. Dus misschien ben jij wel geboren in het jaar 1983. Het maakt niet uit. Bel gewoon. En je mag alles zeggen. Je mag de groeten doen, ergens over klagen. Laat je horen. 0909-1336. Ik herhaal. 0909-1336. Hallo, met de radio. Met wie spreken wij? Robin. Je moet het maar eens opgehouden zijn, vind ik. Oh, kijk. En Wijnand. Heel goed. En Liedeke. Hey. Ja, oké. Okay, het was een comma. Sorry, ik had er weer te veel. Hansje! Het is Hansje. Goedemiddag. Wat zeg je? Een bijzonder goedemiddag. Heb jij de telefoon in je broekzak? Zit je erop, ja. Nou ja, ik moet volgens mij zo mijn nieuwe lulijzer, want... Krijg je veel klachten. Wat, zeg nog eens wat. Ja, goedemiddag. Ja, beter. Dit is alsof je naast me zit. Nee, nou. Maar wel beter, ja. Heb jij een Libertel-abonnement? Libertel, maar... Ja. Libertel! Je belt nog met een zaag, hem. Een deadstone. Oh, wauw. Call me on my mobile. Hans, jij zit op dit moment in de vrachtwagen. Ja, ik kom net aan in Rotterdam. Wat heb je allemaal in je vrachtwagen? Ja, je weet het, hè. Van vibrator tot grafkist, het zit er allemaal in. En waar ga je dan naartoe? Ja, ik sta nou in Rotterdam. Ik ga die kar eraf pleuren en neem er veel andere mee. En dan gaan we richting Utrecht. Ik wou zeggen, waar kom je vandaan? Maar je kwam alweer vanuit Utrecht ook. Nee, Wemeldingen. Mooie Zeeland. Ja, Zeeland. Ja, ik dacht al. Ik dacht misschien mee verhuisd. Maar je kwam altijd Goes. En dan ging je daarna... Ja, nu ga je de hele ronde rijden. Hoe laat ben je dan thuis, Hansje? Ja, ik denk 6:30 of zo. En hoe laat gaat dan, dat is een belangrijke vraag, de eerste pils open? 13:30. Eén seconde. Ja hoor. Even de rangeerder komt eraan. Hey, Abby, goedenavond. Goed. Goed, oké, dankjewel. Sorry hoor.
Nee, maakt niet uit. Dit zijn serieuze zaken. Ja, dan moeten we gewoon, anders heb je duidelijk de vibrators in de grafkist en andersom. Ja. Dat is een mooie. Hoe ver ik het te wijken hier. Dan krijg je dit. Ik heb morgen een dik feestje van een vriend van mij. Die is 50 geworden. Dus Oscar, als je luistert, ouwe lul, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd! En het is ook dan even 50 jaar ongelooflijk. Dan is het ook even een moment voor ons nachtdingetje om dat nog even weer van stal te halen, Hansje. Want er zitten heel veel mensen op dit moment ook in de auto misschien te luisteren. Dus alleen even voor de mensen die live luisteren. Want er zijn heel veel mensen die ook de podcast luisteren. Maar dan gaan dingen door elkaar lopen. Nu is het vrijdagavond 35 over 9. En als je nu in de auto zit, gaan we even het nationale knipperlichtmoment doen. Oh ja, leuk. Leuk. En dat is zo dat... leg jij het heel even uit, want dan ga ik nog even een dingetje doen. Kijk, je rijdt wel eens over de snelweg en dan denk je van... ben ik alleen? Ik voel mij alleen. Ben ik eenzaam? Nee, je bent niet eenzaam. Want er zijn meerdere mensen die naar dit programma luisteren. Die 3FM luisteren. En die andere mensen onderweg, die kunnen dat aan jou laten merken. Door gewoon heel even dat alarmlicht ingedrukt te houden. Of in te drukken, even wachten en dan weer uitzetten. Maar dan knipperen ergens op de snelweg alarmlichten van een andere auto. En dan weet je, ik ben niet alleen. Mooi. Ja, jij zou president moeten worden, Wijnand. Ja, dat zeggen er meer, maar het is... Het is een gave. Ja. Dus zometeen tellen we af en dan even een paar seconden het knipperlicht aan. Dus de Park Anywhere button, dus die oranje lampjes. Waarom noem je dat Park Anywhere? Dat zeg je even wel vaker, maar Park Anywhere... Als je die indrukt, wist je niet, dan kun je dus overal parkeren. Dat mag dan ook gewoon. Ja. Oh, oké, dat is handig lied. Ja, dus dan zet je die knop, dan zet je hem gewoon midden op de stoep en dan doe je die knop op. En dan is het Park Anywhere button. Wist ik niet. Ja, dan mag je Park gewoon met die knop mag je overal staan. Leuk. Dan weet je dus, en misschien zie je in de verte dus een heel klein lampje. Daar gaan we. Zijn we er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Knipperen. En laat maar los. Dat was hem. Nou ja, Hans, jij zit niet in de auto op dit moment, maar ik hoop dat mensen... Ja, ik zit wel in de auto, maar ik sta bij een GLS-depot op het terrein. Dus ja, het is wel een anticlimax zo. Nee, maar dat maakt niet uit. Namens de hele familie wil ik u, uw medewerkers, de harde werkers achter de schermen, iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft vandaag. Jullie zijn boven jezelf uitgestegen. De manier waarop dat gepresenteerd is vandaag, helemaal waanzinnig. Dank jullie wel. Hans, ja, daar moet ook gezellig worden. Dankjewel. Dankjewel, Hans. Yo, zuipen! Het is Partij voor de Vrijdag, maar je hebt andere lijn. Met Sanne. Hey, Sanne. Met Rob en Wijnand, met Liedeke en de hele bende. Ja, leuk hè. Ik ben nou Sanne Oetwente en ik ben een beetje berucht in de regio. Ben je berucht in de regio? Ja, als ik ga feesten, dan gaat het helemaal mis. Oeh, en waar blijkt dat uit? Nou, ik kan 1000 man stil laten staan op mijn commando. In een feestzaaltje. Oh, wacht dat even. Dat is toch knap, hè? Ja, dat wil ik weten. Jij kan duizend man stil laten staan op jouw commando. Ja, top, en, hè? En dat is dat, omdat jij zo'n bijzondere vrouw bent? Of je trekt je shirt omhoog en daar zit iets... Heb ik ook gedaan, shirt hoog en zwaaien. Ja, hoe, en bij Dan Peralte. Sanne, wat is het commando? Gewoon, ik blijf stilstaan, beveiligingspositie en ik doe mijn ogen omhoog. Snommebolkes heb ik gemerkt. Welke positie? Beveiligingspositie. Wat is dat? Nou, dat je heel erg je rug strekt, je armpjes naar voren en naar achteren en je ogen in een bepaalde blik. Snommebolkes heb ik al gemerkt. Je ogen in een bepaalde blik. Ja, nou, die heb ik wel eens van gehoord, ja. Maar wat is daar toen gebeurd dan? Was dat tijdens een concert dat je dat gedaan hebt? Ja, precies. Hij begon met zijn... De oorlog was uitgebroken, de Derde Wereldoorlog. Ja. En hij begon een beetje met zijn rechterhand die nazi's te baren. Wacht, ja. Sanne, ben jij... Je viel even weg. Ja? Ik dacht dat je zei dat Snollebollekes de Derde Wereldoorlog was uitgebroken... en Snollebollekes met de rechterhand omhoog en dat iedereen de nazi's waren deed. Ja, ik vind dat moet je in deze tijd niet meer doen. Je rechterhand omhoog. En rechterhand omhoog. Dan maak je maar even een zwaaibeweging of wat anders. Ja, dat doe je maar. Dat zie je ook bijna niet meer. Nee. Ja. Maar wat heb jij toen gedaan? Stil gestaan. En een beetje onschuldig omhoog kijken. En een beetje onschuldig omhoog kijken. En zeg je dan nog iets? Nee. Oké, en wat gebeurde er toen? Ik op het podium, hè. Dat moet je ook niet meer doen als artiest. Wat moet je niet meer doen? Het is niet erg als je band mee loopt.
Maar dan laat je af en toe gewoon even zien. Ik doe 60% live zinnen en 40% playback. Hè. Ja. Dat laat je duidelijk zien. Maar als artiest zijn moet je in deze tijd niet meer 100% gaan playbacken. Maar nu even terug naar waar je het over had. Jij stond daar bij Snollebollekes in het publiek. Je keek een beetje dom omhoog, zeg je net. Dat zeg je net zelf, toch? Je keek een beetje omhoog. Ja, strakke blik omhoog. Strakke blik omhoog. Duizendman stond stil. En wat? Duizendman stond helemaal stil. Het stopte gewoon. Het was gewoon klaar in één keer. Ja, en Snollebollekes zit erachter. Ik keek naar zijn management. Ja, en ik dacht, wat is dit? Wat is er aan de hand? En wat zei je toen? Niks. En hoe lang duurde dit? Nou, toch wel een tijdje. En hij was helemaal van zijn padje af. Maar wat is een tijdje? Hebben we het over 10 seconden of hebben we het over minuten? Nou, zo'n 15 seconden. 15 seconden. En toen stond iedereen gewoon stil. Helemaal stil. Freeze. En zakken. Ja. De zaal ook niet meer. Hey, nee. Maar waar heb je dan contact mee? Dat gebeurt. Hoe doe je dat? Een beetje bewindvloezen, een beetje de bar, een beetje het personeel en een beetje de zaal meekrijgen. Zoals van het afgelopen weekend ook bij Busy, die pakte mijn zonnebrilletje aan. Het antwoord op je vies is lekker. En Sanne, zei jij toen... Jothee Wawee, MKD. Deze persoon... Dus mijn naam aan het MKD. Zei jij dat? Toen of niet? Ik ben nu op de weg naar, het concert is al begonnen, naar het Metropool. We doen dan Nirvana na. Okay. Het concert is al begonnen, het is tof. Oh, oké. Okay. En wat ga je daar doen dan? Gewoon lekker genieten van de muziek. Maar nu je daar zelf over begint, de prijs van bananen is inderdaad toch niet meer te doen? Nee. Waar hebben we het nou over, toch? Ik bedoel, ja, daar hebben we het nou over. Eerst al het gaan, toen de benzine. Jo, ik ben er helemaal voor. In juli had ik al kaartjes gekocht voor Centerparks. Ja. Daar kreeg iedereen iemand bij Centerparks. Nee, doen. Precies. Eerste week voor kerstmis en ik zat er al. Ja. Och, ongelooflijk. Hey, wat is de boodschap, Sanne, waar wij met z'n allen het weekend mee in kunnen? Gewoon jongens, geef applaus aan artiesten. Wees blij dat die mensen überhaupt nog de zaal op willen. Het is dan lekkerder om bij je vrouw en je gezin te zitten. Geef applaus, maar artiesten hebben ook respect voor je publiek. Ja. Geef gewoon alles. En niet playbacken en geen nazi-groeten. Geen nazi-groeten. Manches sollte, manches nicht. Na links! Na rechts! Oh! Er zat onze Sanne dan in het midden. Sanne staat in het midden, iedereen staat stil. Met haar hoofd omhoog. Ja, prachtig. Dat is zo werkt, hè? Ja. Ieder zijn talent. De nieuwe van Rammstein heet Zeit. Dankjewel, Sanne, dat je even belde en dit met ons deelde. Ze is nu onderweg naar het Metropoolorkest. Die spelen namelijk Nirvana. Nirvana. Oh, Vanana. Na, 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 Nirvana. Oh, Nirvana. 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 Oh, Nirvana. Oh, Nirvana. Wij zijn het Metropoolorkest. God, nog een rondje. Twee rondjes brug. Wij zijn het Metropoolorkest. En wij doen Nirvana. Na 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 na. Na 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 na. Call us to keep on turning. Shimmering by like a rainbow that fly. Cruising the blue sky. Mooi. Bart, hè, Bart. Bart Peters. Blauwe Sanne, vraagt Rutger nog. Nee, is geen familie van Esther. Blauwe Esther, dit is Shiny Sanne. Bart Peters, hè? Eventjes van het Dag Sinterklas. De radio's, hè? Chico's naam en naam. Oh ja, even nee, ja. Echt waar? Ja, absoluut. Nee, maar zeker. Bart. Lideke. Hallo. Commissaris Lideke. Commissaris Lideke. De ingekomen stukken. Ja, daar is het hoogste tijd voor geworden. De ingekomen stukken, dat is alle berichten, alle post, alle foto's, vragen, mailtjes dat bij ons binnenkomt. Die selecteer ik om daarna voor te lezen op de radio. Waarom doe je mij na, Wijnand? Omdat sorry, je hand staat ik word heel erg afgeleid omdat de Wijnand naast mij zit te wapperen. Terwijl je aan het praten bent, sta je met jouw hand te wapperen alsof je het warm hebt. Dus nee, ik deed alle dingen die binnenkomen ben ik aan het... En dat bleef volgens mij. Maakt niet uit. We beginnen met YouTube. Want als je wil weten hoe je ons kan bereiken, dan ga je naar 3fm.nl/partij. Dan vind je ons YouTube-kanaal. En elke maandag om 4 uur komt er een aflevering online. En dan kun je je vragen stellen in de comment-sectie. Te beginnen met Dave van den Bos. Die stuurt 5 duimpjes.
5 duimpjes. Zo. Bedankt, Dave. Lego Kermisbuurt. Sorry. Lego Kermisbuurt. Iemand heet zo? Lego Kermisbuurt. Of Lego Kermisbuurt. Lego Kermisbuurt. Mooie nieuwe studio van 3FM met de grappige Rob van de radio met de hele familie. Duimpje, radio-emoji, zendmast-emoji. Is dat een zendmast-emoji? Of is Lego Kermisbuurt gewoon blij om ons te zien? Hij is in ieder geval blij om ons te zien. Nou, Lego Kermisbuurt, inderdaad een mooie nieuwe studio. Leuk dat je kijkt. Blijf kijken. Namens de familie. Ook namens de hele familie. De familie van de radio. Je meent dan. Ja. Milan die stuurt, laat Vins dat pakje vaker aantrekken en bedankt voor de leuke uitzending. Gaat over je verjaardagspak, Vins. Ik had ook wel een beetje verwacht dat je het nog aan zou hebben ook. Nog steeds? De flitspaalpak. Ja. Ben je er wel blij mee? Na een week dragen ben ik het wel zat. Heb de hele week aangehad? Ja, ja, ja. Wauw. Is ook leuk. Nog een TikTok van, hè? Ja, 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 ook. Oh ja? Moet je Vins maar zoeken. Als je Vins TikTok... Ja, als je Vins in TikTok kom je al heel eind. Ja, en we hebben dezelfde video geüpload, maar ik had echt 1000 kijkers of zo. Ja. En jij? Jij hebt echt weer... Ik, 30.000 of zo. Oh, dat is veel? Alles wat deze jongen. Nee, dat viel wel mee. Zoals een huismillennial. Oké, leuk dat je bericht hebt gestuurd. Milan, bedankt. En toen opende ik ons postvakje en wat lag daar? Een envelop! Ja! Ja! En Wijnand mag hem openmaken. Die fysieke post, de rest kun je vinden op 3fm.nl/partij. En dat vinden we eigenlijk het allerleukste. Dus ja. Dingen die je op kan sturen. En er zit iets zachts in. Oeh. Of het is een platgewassen dode hamster, of het is iets anders. Antrax. Het kan alle kanten op. Het is niet gecontroleerd overigens. Het zit echt helemaal dicht geseald met het plakband. Dat is wel Rucky. Even kijken hoor. Rucky. Ja. Rucky. Wie zegt dat nou? Dat is wel een beetje Rucky. Dat zegt toch niemand? Nee, dat zegt toch niemand? Dat is even Rucky. Rucky. Nog aan toe zeg. Dat je de knie stoot, dat je denkt, dat is Rucky. Wel Rucky. Rucky. Het is echt van de makers van Fuckaduck. Is hier. Rucky. Rucky. Dat zegt toch niemand? Oh, als je een platte band hebt of zo. Rucky, ja, Rucky de geile zeehond. Ja, daar heb je Rucky. Rucky. Hij is geweldig. Dat is een zeehond, die komt 2 keer per dag. Hallo, daar ben ik weer. Hoi, daar ben ik weer. Daar heb je Rucky. Hey, kindertjes, hallo. Ik ben Rucky de zeehond. Oh, ik heb zo'n buikpijn. Ik heb een bal op mijn neus. Hey, gisteravond had ik er nog 2 op mijn neus. Wijnand ligt op de grond. Wijnand. Hey, jongens en meisjes. Oh. Ik ben Rucky de zeehond. Echt goed, Rucky de zeehond. Volgende week in Rucky de zeehond. Hey. Oh. Zometeen de Boom Boom Disco Show. Blijf luisteren. Nee, maar we moeten door. Maak die envelop nou open. Maak die envelop open. We gaan Rucky. Door. Rucky. We hebben nog maar 3 minuten. Oh, mijn buik is zo pijn. Oh. Oh. Geef er een Rucky en die envelop. Hallo. Kom op. We hebben nog 1 minuut. Ja. Oké. Je kan het. Er zit in. Voor Wijnand op zijn pekske. Salahai Stefan met, oh wauw, jeetje, 38 strijkemblemen. 1, 2, 3, 4 strijkemblemen. 1. Eentje. Ga door! Waarom staat bad decisions make good stories? Eentje met een engeltjes smiley. En eentje met. Rucky! Eentje met gouden dingetjes. Iemand heeft strijkemblemen opgestuurd! Ja, wie was het? Salahai Stefan. Salahai Stefan? Salahai is een groet. Oh. Salahai Stefan. Hallo. Jezus, jij weet ook echt niks van carnaval. Hallo, met Salahai Stefan. Wat kan ik voor u doen? Hey, Salahai is wat ze zeggen soms in sommige carnavalsdorpen. Salahai. Had je hamburger besteld en je wilde salai? Salai op. Ja, salai met jou en met aardappel. Het is van Stefan. Dankjewel, zeg je dan netjes. Dankjewel, Stefan. Fantastisch. Ja, sorry, ik kan niet meer. Voor als je volgend jaar wel carnaval gaat vieren. Wat bijzonder dat mensen dus dingen opsturen. Voor op jouw carnavalspak. Ja, echt fantastisch. Blijf dingen opsturen. De rest staat op 3fm.nl/partij. Sorry voor de slappe lach. We gaan verder. Ja. Er zijn namelijk ook heel veel leuke berichten binnengekomen op de Partij van... Bijvoorbeeld berichten kan sturen naar Partij voor de Vrijdag. Of op maandag, gewoon altijd als wij geen uitzending maken. Ik zag een berichtje van Milan. Hij appte gisteren.
Dat is een belangrijk detail. Hoppakee, mijn alarm staat klaar om 7 uur voor de nieuwe uitzending. Ja, maar dat was niet, want gisteren waren het de 3FM Awards. Dus Rob en Wijnand in de avondshow had je sowieso niet. Maar dat was hij, dag te vroeg. Ja. Of had hij een alarm? Dat kan niet, voor een dag later, hè? Wat? Tuurlijk wel. Je kan, toch zeggen, moet hij morgen aan? Als hij het na 7 uur gestuurd heeft. Elke vrijdag herhalen. Je moet trouwens sowieso een wekker zetten om elke vrijdag te herhalen. Je moet gewoon zorgen dat je om 6 uur al klaar zit. En dat geen blauwe kulletjes. Maar helemaal kort, Milan, dankjewel. Leuk, dankjewel voor je berichtje en op de partijfoon. En het allerleukste appje van de week kwam van Rita Jochemsen. Het appje van de week. Wat heeft Rita gestuurd? Een foto van een schoolproject van haar zoon Joran. Die moest op school een eiland ontwerpen met een cultuur. En er is ook aan de politiek gedacht. Laten we maar zien, dat eiland. We kijken achter ons, daar staat het. En zien het ook op 3fm.nl/live. Partijen op Kayona Bay. En op Kayona Bay, waar hij zelf dus heeft bedacht, het eiland, heeft Partij voor de Vrijdag 5 zetels! Ja! Met dat logo erbij ook, wat ja, goed, dat is toch schattig? Fantastisch, oh, het appje van de week, gefeliciteerd Rita Jochems en Joran, die zoon van Rita. Blijf dingen sturen de hele week. Alle info vind je op 3fm.nl/partij. En als je een berichtje wil sturen naar die partij van, waar moet het dan naartoe? Nee! Zometeen een nieuwe Boom Boom Disco Show. Woe! En dat wordt, ja, kan ik je nu al vertellen, één groot feest tot 12 uur in de mix met weinig blabla, velala. Tot zo. Wij gaan luisteren. Hoi, dankjewel, Raadje. Ja, het is sinds dat je dus om dit tafel heen loopt, heb ik rondjes gerend. Maar dat is echt slecht. Het is wel goed voor je conditie. Ja, had ik maar een conditie. Zoals wij zeggen, het weekend is begonnen. Stoelenstrijd.nl. Zeker, meld je aan en ga met ons naar Frankrijk voor het nieuwe televisieprogramma van de AVRO-TROS, gepresenteerd door Ron Boshart. Stoelenstrijd.nl, hier is Eric Prins. Partij voor de Vrijdag met Rob en Wijnand.